Goedemiddag. 11 jaar na de liquidatie van onderwereldbankier Willem Enstra is justitie nog met hem bezig. Vanochtend maakte het Openbaar Ministerie bekend dat de helft van het vermogen van Enstra aan de Nederlandse staat moet worden betaald. Het gaat om een bedrag van 40 miljoen euro. De staat heeft altijd het sterke vermoeden gehad dat het vermogen van Willem Enstra grotendeels was vergaard door misdrijven. En dan is het ook goed gebruik om proberen illegaal verkregen winsten te plukken. Alleen is dat in het geval van Enstra een hele tijd verhogen en gecompliceerde zaak geweest. Omdat er ook waarschijnlijk legale middelen van vermogen in die hele boedel zaten. En dat heeft heel veel tijd gekost. Nou, Enstra was iemand die eigenlijk jarenlang in de bovenwereld bekend stond als een hele succesvolle vastgoedhandelaar. Tot 2002, toen duidelijk werd dat hij als een soort bankier van de onderwereld fungeerde. Zo werd hij in een interview ook aangeduid. En vanaf dat moment is het eigenlijk bergafwaarts met hem gegaan. Er kwam steeds meer informatie over hem naar buiten. En toen bleek dat tal van criminelen hun misdaadwinsten bij Enstra belegden. Dat kwam in vastgoed terecht. En ja, zo fungeerde Enstra eigenlijk als de witwasser van de onderwereld. Kort nieuws dan. Lange rijen met wachtende mensen op Schiphol. Taxichauffeurs zijn aan het staken. En hiermee protesteren ze tegen een uitspraak van de rechter. Die oordeelde dat concurrenten zonder vergunning ook ritjes mogen rijden. En 2 doden tijdens zwaar onweer in Zwitserland. Een 32-jarige vrouw en haar 5-jarige dochter zijn verdronken in de kelder van hun huis. Het noodweer veroorzaakte miljoenen schade in het land. Vooral in de regio's rond Bern en Zürich. Japan is de laatste jaren flink aan het vergrijzen. De bevolking wordt steeds ouder en er worden minder baby's geboren. En nu heeft het land een nieuw probleem. Een grote toename van middelbare mannen die nog maagd zijn. Een kwart van de ongetrouwde dertigers heeft nog nooit een relatie gehad. En daarom worden er nu evenementen georganiseerd. Zoals een schilderles met naaktmodellen om Japanners over seks te leren. やっぱり現実があるのは特徴っていうのが、そういった性的なことはやっぱまだバッテリーはないと思うんですよね。でも恋愛にしても、そういうセックスにしても、こう結婚にしても、まあ他人とコミュニケーションを取っていく上で、やっぱどうしてもこう性ってあの関わっていくことなので、それをこううまくその扱っていくかっていう点が重要かなと思います。もともと失敗っていうのを恐れるということが、あの若い人に多いものですから、なしに済ませるというような傾向っていうのが、以前より強くなったんだということは事実だと思いますね。 En tot zover. Onze volgende update is rond 1 uur of 3. Graag tot dan. Fijne middag.